De degradatie van Suriname op de internationale kapitaalmarkt kan nadelige gevolgen hebben voor de regering bij het aantrekken of interesseren van buitenlandse investeerders. Dit stelt Winston Ramaudarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES. De econoom doet deze uitspraak naar aanleiding van het verslag van internationale kredietbeoordelaar Moody's. Dit bureau heeft na een onderzoek van ongeveer 3 maanden de kredietpositie van Suriname verlaagd van B1 naar negatief B2. Volgens Ramaudarsing zal het land na deze degradatie het veel moeilijker hebben op de internationale kapitaalmarkt. Hij wijst erop dat investeerders voorzichtiger zullen zijn bij het aangaan van leenovereenkomsten met Suriname. Het kan tot gevolg hebben dat investeerders zeggen, want wat zeggen beide? Mensen, let op je zaak, als je Suriname leent, loop je risico's. En investeerders kunnen zeggen, dus kom ik niet. Maar er zijn ook categorieën investeerders die high-risk investeringen doen. Die zeggen, ik wil het risico wel lopen, maar dan moet je wel zoveel procent extra rente betalen voor dat risico. Dus als men toch komt, gaat men een veel hogere rente vragen. Ik praat elke dag met mensen en mensen schrijven ons soms ook artikelen en brieven. En waarschijnlijk is alleen de regering, is de regering de enige groep in Suriname die licht in de tunnel ziet. Ieder ander ziet dat je met dit beleid er nooit uit gaat komen. Ieder ander die zegt we moeten het beleid ombuigen, we moeten de capaciteit om te produceren verhogen en daardoor hebben we de capaciteit om terug te betalen. En men weigert aan dat beleid te gaan werken. Men gaat door met pappen en nat houden. En men gaat door met het dure overheidsapparaat in stand te houden. Men gaat door met die dure subsidies aan met name de EBS en andere instellingen. Men gaat door met pakketten verdelen. Dus zo kom je niet aan hogere productie. Zo kom je nooit uit de crisis. Een andere kredietbeoordelaar, Fitch, is in haar verslag dat enkele uren geleden is uitgebracht minder scherp dan Moody's. Echter benadrukt Ramaudarsing dat die beoordeling niet als positief gezien moet worden. Zolang de begroting niet op orde is, zal de situatie niet veranderen, waarschuwt de VES-voorzitter. Simpel, je moet zorgen dat je begroting op orde komt. Je kan niet met een begrotingstekort van 3,1 miljard zitten. En ook kan. Je is niet betaalbaar. Zelfs als mensen je zouden willen lenen dat tekort, moet je het niet doen. Je moet de economie saneren. En je moet het niet alleen saneren met incidentele oplossingen. Dus we kunnen alle bezittingen van de staat dit jaar verkopen, aan particulieren, alle aandelen. Maar dat lost het probleem van dit jaar alleen op. Dat van Trajari. We hebben niet meer productie volgend jaar. Dus als we blijven pappen en nat houden, als we niet met structurele verbeteringen komen en structurele bezuinigingen komen, onder andere binnen het staatsapparaat, onder andere binnen de subsidies, en met name de productiecapaciteit gaan verhogen door met het bedrijfsleven serieus aan tafel te gaan zitten en niet zoals nu schijnbewegingen te maken. Winston Ramaudarsing, voorzitter van de VES. Hij meent dat de degradatie van Suriname op de kapitaalmarkt door Moody's nadelige gevolgen kan hebben voor het land.